lekker. Ik ben een kwartiertje aan het vissen in Thailand. En kijk deze redtail. Helemaal. Dat is echt niet normaal. Yo, yo, yo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Daily Fishing Team. Eindelijk. Eindelijk dan mijn video uit Azië. Jullie hebben er lang op moeten wachten. 3 maanden ben ik al onderweg. Ik heb Laos, Cambodja en Vietnam gezien. En ik ben nu in Thailand. En ik ben aan het vissen. Ik zit op een meer met onwijs veel dikke vissen. Alles misschien wel boven de 10 kilo. En zoals je ziet, mijn hengel is weer geen. Welke met je staan aan. En geniet van de video. Ik denk dat het wel gaat lukken. Oké, Phil, bye, bye, bye. Bye, bye. Go, go, go. I'm gone. Okay, keep a bend again. Ooh. He's gone. Yes! He's in. Lekker! Holy shit! Oh, that's some fish. Meer dan 50 minuten. Maybe 50 minutes? Probably. Holy shit. Well done. Ik ben nooit zo moe geweest. Bam! Okay, let's do some photos. 60 kilo, het zwaarste drill ooit in mijn leven. Meer dan 50 minuten. Oh. Echt niet normaal. Okay. Wow. Amazing. Wow. Look at this. Niet normaal. Wat een beest. Hij is 60 kilo. Nou jongens, 2 pelletjes. Het lijkt me zo'n aasje, maar deze jongen heeft opgeleverd. 65 kilo. Meer dan 15 minuten aan het trainen. Ik ben back af. Maar wat een beest. Niet normaal. Hij mag weggaan. Oh, hier is hij. Is hij? Je moet zorgen dat je de vis, zelfs tijdens de eterdag als dit, dus ik denk 33 graden, die is gewoon hongerig houdt. Dus elke 10, 15 minuten doe ik een paar handjes, ja, een stuk of 5 pellets bij je voeren. Per stekje. Dan hou je ze op de stek en vang je meer door. Ik voer 3 stekken aan, 2 bevis ik en die andere doe ik dan na de switch van de vis doe ik ze weer omwisselen. Dus ik ga ook nog even een beetje vis bijvoeren. Even lekker. Ik werk een beetje kneden. Dan wordt het zo dit. Lekker. Nou, de predators, snakehead, alligator gray en arampaya, vangen met vis. Nou ja, proberen tenminste. Ik heb ze nog niet gevangen. Maar we hebben nog 1,5 dag, dus het moet helemaal goed komen, denk ik.
Hey, kom op. Hallo, gaat u nog verder? Hier ging ik toch, meneer, welkom. Nou, schapbrandje, gaat het toch maar testen. Nou, de tweede redtail. Dat is weer een mooi beest. 60 kilo. Ik denk iets kleiner als de andere. Maar dat is vet, jongens. Happy days. Haha. Je zult waarschijnlijk denken, die gaan we wietsen met z'n duik en beetprikjes. Maar nee, het valt tegen. Het is enorm intensief, ook niet verwacht. Maar je bent gewoon elke 10 minuten aan het voeren, observeren, kijken waar je de vis ziet springen. Het arampai is en de gedegars, die springen heel vaak uit water. Je ziet zijn kop en boeggolven van de karps, je ziet alles. Dus ja, het is gewoon heel intensief, veel voeren, opnieuw ingooien, pees blijven maar 45 minuten eraan zitten. Dus echt uitrusten doe je niet. Nou, we hebben nu een arapaja aan zitten. Grappig, ik had hem hier voor het kantje gerecht. En 2 minuten later loopt hij af. Rod zit down, rod zit down. Zag je? Keep low, keep low, keep low. Nou, we hadden die adem aan het opgezet. En als je hengel hoog houdt, dan springt hij uit het water. Dan verlies je hem sowieso en dan beschadigt hij zichzelf. Oké, fish has gone down, we can play. Ja. Dus de eerste run verspeelde ik. Ik gooi meteen terug, handje viskoppen erbij. En een kwartiertje later pakt hij hem weer. Dus dat is mooi. Oké. Okay. You hear the sound? Yeah. Yeah, he just exploded and went. So, it sucks. No way. Hij is eraf. Let's go. Ah, dat is echt zonde, jongens. Er zat dus echt een ziek grote arampai aan. Ik denk zeker wel 1,50, want ik zag hem hier voor het kantje. Misschien zag het zelf op film. Hij was huge. En ik deed niks fout. Ik hield gewoon mijn lijn goed als hij wilde springen. Maar ja, hij komt hier onder water. Hij geeft 1 keer volgens power en hij is eraf. Echt zonde. Maar goed, ze zeggen 1 op de 3, 1 op de 4 van deze vissen worden geland. En normaal krijg je geen aanbeet tijdens overdag, zeg maar. Alleen 's ochtends en in de avond. Dus dat is misschien weer een goed teken. Dus we gaan er gewoon nog eentje vangen. Kom op. Er worden dagelijks dus maar 3 stekken bevist. Dat is echt een goede regel, want er zijn er een stuk of 12. Maar op deze manier kan je veel, veel verschillende stekken rust geven. En dat maakt de vissen ook argwanend, want dan weet je... Hey, kijk, run! Ja, we zijn nu weer lekker aan het riggen. Ik kon mijn toppen niet stoppen. En we hebben weer een mooie 4 mees gedaan. Kom op. Not that way. Oeh. Het is echt moeilijk. Veel mensen riggen tegelijk. Komt er weer zijn powerstoot uit. Maar hij is bijna gaar.
Bijna in mijn zak. Daar is die. Kijk dan joh. Heerlijk jongens. Shimanetjes. Ik doe hem heel even weg. Zo, 20 kilo CMA Scarper. Lekker hoor. Kijk die bek dan. Echt vet. Ha! En mogen we gaan. En ja, laatste shot. Bam! Oké. Okay. En hij is weg. Bam, 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 bam. Lekker! Goed voor de vis gezorgd. Dit net gebruiken we net bij de redtail en de CMA Scarper die ik had. Dus de vis komt het water niet uit, zal nooit beschadigen. Deze unit wordt voor Snakehead, Redegar en Arampaya gebruikt. Dus ja, het is een soort van cradle, kan niks gebeuren. En wat hebben we dan hier? Haakpackets. En hier een zieke weegcar. Zie je? Hier bij de haak. Als je echt een groot hebt, dan wordt hier gewogen. De weegkar, ideaal. Alleen niet zo mobiel. Yeah! Bam, bam. Hey! Kleinzwemmers. Het gebeurt zelfs hier. Je ziet gewoon dat de vis aan het aas op je stek. Daar is mijn stek. En de lijn gaat op en neer. Come on. Ja, jongens, het gaat echt niet normaal lekker. Hij lag 10 minuten in. En hij loopt weer af. De pelletvoerstek gaat helemaal los. Maar ja, ik wil een arapaya van me. Dus er schiet er niks meer op. Nee, is leuk. Dus hebben we nog een Indiaanse karper. Naast een Siamese. Die is een beetje geel achter, die wil ik ook wel vangen. Dus misschien is die dan. Ik heb nog niks gezien. Kijk eens wat we hier hebben, jongens. Weer een redtail. Kilo 17 weer. Van de meeste. Kijk die kop dan. Niet normaal. Hij mag weer gaan. Lekker. Nou, het wordt donkerder en donkerder. Ik denk dat het gaat omweren. Maar geen zorgen, we zitten droog en ik heb weer een lekkere maaltijd. Wat een service jongens, geweldig. Hey. Kleinzwemmers. Het gebeurt zelfs hier. Je ziet gewoon dat de vis aan het aas op je stek. Daar is mijn stek. En de lijn gaat op en neer. Come on. Nou jongens, het weer is inmiddels omgeslagen. Maar de vis zwijgt nog steeds. We hebben er weer een jongens, 24 kilo, ja, een beetje albino-achtig, super ziek. Hij mag gaan. Bam, lekker. Nou, visdag 1 is bijna op zijn einde gekomen. Ik werd een beetje gek van de pellethengel, want hij ging veel te snel af en ik had geen tijd meer om andere dingen te doen. Klinkt een beetje als cliché, maar
ik wil gewoon graag een arapaia vangen. Dus ik heb ze nu allebei op vis gerecht. Langs het kantje. Het is iets donkerder geworden. En gaan regenen. Dus de temperatuur is ook minder geworden. Dus het zou moeten lukken. En ik hoop er nog een arapaia te vangen. En anders morgen. Dan ben ik er weer om 6:30. Or maybe an arapaia. Nou, niet normaal. Ik zie dus voor de kant, 2 meter uit de kant, een arapaia draaien. Want ik had net gevoerd. Ik gooi mijn visje erbij. En ik zie zijn staart boven water komen en hij is eraf. En dit gaat hij van het visje over. Zonde. Wat ook fijn is, dat er met 3 stekken worden bevist. Dit is dus de volgende stek. Dan zie je hoe dicht hij naast die van mij zit. Even kijken. Die staart. Dat is natuurlijk niet handig om hier ook te gaan vissen. Ja. De overbuurman hebben we beter volgens mij. Ja, hij is aan het drinken. Dus goed, ja. Ze doen om de dag per stek wisselen. Zodat je de vis ook niet sommige stekken vermijden. Want ze weten gewoon niet waar je zit te vissen. En ja, dus niet te veel lijndruk. Ideale vissen ook saplijnen. Dat geldt ook, want die vissen, ja. Ze zijn natuurlijk niet meer de domste. Als er zoveel gevist wordt. En je ziet dat het werkt. Nou, het regent inmiddels lekker door. Het is even een tijdje stil geweest. Maar we gebruiken nu 2 visjes in plaats van pellets, waar de meeste actie op kwam. Dus het is tijd voor arapaia, vind ik. Nou, visdag 1 is bijna op zijn einde gekomen. Ik werd een beetje gek van de pellethengel, want hij ging veel te snel af en ik had geen tijd meer om andere dingen te doen. Klinkt een beetje als cliché, maar ik wil gewoon graag een arapaia vangen. Dus ik heb ze nu allebei op vis gerecht. Langs het kantje. Het is iets donkerder geworden en gaan regenen. Dus de temperatuur is ook minder geworden, dus het zou moeten lukken. En ik hoop er nog een arapaia te vangen. En anders morgen, dan ben ik er weer om 6:30. Het vis voor vandaag zit erop. Helaas. De laatste uur, zonsondergang. Dat is het beste, hè? Ik heb nog 3 arapaia's verspeeld. Helemaal kut. Run zo op film. Maar ja, zoals je ziet, de hengeltjes zijn eruit. De rotpot is bedekt en het is tijd om te gaan. Helaas, morgen 6:30 ben ik weer terug. See you. Hey jongens, dag 2. Het is 6 uur, net wakker. Uitzichtje vanaf mijn hostel, 17e verdieping. Dit is mooi hè, als je inzoomt. Die berg daar is het. Het is 1 kilometer of 9 rijden. Vandaar dat ik ook eens goed heb gehoord. En dan kan de tweede visdag beginnen. We gaan ervoor. Lekker. Met dit mooie race monster ga ik naar de stek. Het ligt echt in het midden of nowhere. 1 kilometer of 9 hier vandaan. Dit is dan de grootste stad in de buurt. En de taxi weet niet eens waar het is, dus je hebt het wel nodig. Ik heb hem voor 2 dagen gehuurd. Ideaal. Het is wel mooi, dan stop je echt die tegen af. Dus je weet precies hoe lang je op je telefoon kan kijken. Als je nog een beetje meer geld hebt te besteden dan deze arme student, kan je ook verblijven in het resort. Ja, het ziet er echt bizar mooi uit. Overal palmoompjes. Hier het zwembad. Kooienvijvers, arapaiavijvers. Barretjes. Dat is niet normaal. Het is echt mooi. Maar goed, daar hou ik geen geld voor. Dit is dus gewoon een tuinvijvertje. Geen kooikarpers in, maar een gator guy van 2 meter. Dus die gaan we even voeren. Got it.
Holy shit. So cool. Well, you see how long it takes them to eat it. Yeah. This is why it's difficult to catch. It takes a long time. Yeah. Moving, playing. Zo, ik ben net een kwartiertje en Engeltje zich weer uit. Ik snel het naar thuis. Haha. Zelfs een eigen rugs ontwikkeld. Niet normaal. Dit zijn de carbrugs. Hier is de predator rug. Ziek grote haak erop. Lekker hoor. Daar gaan we weer. Lekker. We zijn lekker 40 aan het hakken. Weer eentje van 20 kilo. Mooie albino achter. Kijk, run. Ja, oké. Okay. Action. 95 lb. 1,42 kilo. Dat is niet normaal. Wat een beest. Echt ziek. Kijk die kop. Sick. Niet normaal. Nou, vandaag ga ik volgens voor de arambaia. Ik heb al het voorwerk gedaan. Hoge vissen ermee geknipt. Dit is weer een arambaia. Echt niet normaal. Wat een power dat beest is. Ik voel dat hij omhoog komt. Dan moet je snel met de kop onderlaten, anders gaat het geen. Ah ja, al 4 verspeeld en nu Eiding is hij er. 1,75 meter, 200 pond. Niet normaal, 200 pound. Net zo lang als ik ben. 30 minuten lopen drillen, met spanning in mijn benen. Een paar keer bijna ontsnapt. 4 verspeeld en nu de laatste dag. De laatste 2 uur is die eind binnen. Zo vet, niet normaal. Oké. Bam! Yeah! Zo werkt dit. Wasn't an intentional release, but yeah. Yeah. Man, dit is zo nice. Spannendste 30 minuten van mijn leven. Eindelijk, de laatste 2 uur is van de visdag, van mijn vissessie hier in Thailand, krijg ik een aanbeet. Ik zie een vis draaien, ik gooi hem erbij. Een minuut later pakt hij hem. We zien al binnen 2 minuten, het is een arambaia, dus ik sta echt met een klop in het hart. Drillen, want dit was mijn laatste kans. Hierna zou ik geen arambaia meer kunnen vangen. Dus we hadden de hele tijd met de top onder water getrild, doordat hij uit water wou springen. Maar gelukkig, bleef hij er aan zitten. Hebben de jongens hem met de kooi gevangen? Ja, echt niet normaal. 1,75 meter, net zo lang als ik ben. 200 lb, dat is iets van 100 kilo, moet ik nog even narekenen. Ja, echt niet normaal. Gewoon met een stukje vis. Gewoon met zijn kopje van de vis. Echt niet normaal. Wat een beest. Ja, dat is een heel stressgevoel. Je zag ook hoe die wegging. We wouden nog eigenlijk een fotootje maken. We hebben dus nu alleen een video. Maar goed, we kunnen screenshots nemen. Ja, dat is echt niet normaal dit, jongens. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Wat een beest. Dat ga ik nooit meer overtreffen. Echt vet. En jongens, de afsluiting van de sessie. Vlak voor het eindschot. 22 kilo redtail. Van de vis is weer. Dat is echt niet normaal. 15 vis gevangen in 2 dagen. Allerlei soorten. En dit is de laatste. Hij mag weer gaan. Vond je de video leuk? Abonneer voor meer. Like de video. Kijk go. Nice. Jongens, het is helaas maar waar. Maar de 2 dagen zitten er bijna op. Ik heb in totaal 14 gevangen. 2 dagen vis, het is echt niet normaal. Meerdere keren mijn record verbroken. En
Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Zo vet. Wil je ook nog een keer vissen? Zoek op Jurassic Mountain Resort and Fishing. Daar zit ik. Tuurlijk hangt een prijskaartje aan, maar zoals je ziet is het echt waard. En het is zo vet. Dag van mijn leven, record sneuvelen. Ja, zo vet, wordt goed voor je gezorgd. Je hebt een rek en huisje, wifi, stopcontact, airco. Geweldig, geweldig. Ja, dat is echt vet. Vond je de video nou leuk? Even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Also, when you're in is, subscribe en like de video. We appreciate it. Yeah. So, see you next time. Thanks for watching.